Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 17 maart en ik zal dus voor jullie weer een weekboodschap trekken en dit voor de week van 18 tot en met 24 maart en dit weer voor alle sterrenbeelden. Op het einde van de video trek ik ook nog 3 keuzekaartjes waaruit jullie dan weer een persoonlijke boodschap kunnen kiezen. Goed, ik zal beginnen met het sterrenbeeld Ram. Vandaag zal ik ze eventjes in volgorde doen. Dus ik begin met het sterrenbeeld Ram en ik eindig met het sterrenbeeld Vissen. Dus voor de Ram. We gaan eventjes kijken wat de weekboodschap wordt dus voor de Ram. Dus voor de komende week. Ja, ik heb 2 kaartjes. Ik ga me houden tot 1 kaartje, 1 boodschap. Dus voor de Ram. Dus voor de week van 18 maart tot en met 24 maart. En voor de Ram kreeg ik deze kaart. Dus transformatie. En daar hoort aartsengel Zadkiel bij. Dus lieve Ram, je zit dus in een transformatieproces. Misschien merk je al dat rondom jou, en misschien ook inwendig, dus in jou, bepaalde dingen veranderen. Wanneer jij dus verandert, zal ook je buitenwereld veranderen. En ja, verandering vinden wij soms eng als mens. We hebben graag dat alles hetzelfde blijft. Maar transformatie en verandering is dus echt wel nodig om te groeien en te evolueren. Dus ja, lieve Ram, jij zit dus in een transformatieproces. Wees hier niet bang voor. Verwelkom de veranderingen die dus in je leven optreden. Ik weet dat het soms ook oncomfortabel kan voelen. Je voelt je ook soms droevig, omdat je dus bepaalde dingen moet uit je leven verwijderen. Of dat je bepaalde keuzes moet maken. Maar weet dat het goed voor je is. Weet dat het de bedoeling is dus dat jij gaat leren, groeien en evolueren. Dus wees niet bang voor verandering, lieve Ram. En ga mee met de veranderingen die in je leven komen. Dan voor het sterrenbeeld Stier. Die springt er heel snel uit. En dat is deze. Een prachtig plan van aartsengel Uriel. Dus je hebt waarschijnlijk een bepaald idee of een bepaald plan. Je wil een bepaald iets gaan doen. En ja, aartsengel Uriel, die ondersteunt je helemaal. Die zegt, het is een prachtig plan. Ga hiermee verder. Wees niet bang voor mislukking. Maar probeer het op zijn minste, want anders ga je daar ook spijt van hebben als je het niet doet. Dus ga verder met de plannen en de ideeën die je hebt. En je wordt echt volledig ondersteund door je lichtteam en ook door aartsengel Uriel. Vraag aartsengel Uriel om hulp. Als je hulp nodig hebt, dus ja, ga verder met je plannen en met je ideeën. Dus werk echt je ideeën uit. Dat is een hele mooie kaart. Dan voor de tweelingen. Dus dat is dus de boodschap voor de tweeling. En dat is deze. Mooi ook. Overvloed. Prachtige kaart. Van aartsengel Zadkiel. En je ziet hier dus, ja, de hoorn dus overvloeds. Dus met allerlei vruchten en bloemen. Dus ja, overvloed is beschikbaar voor jou, lieve tweeling. Wat je ook doet, het zal succes kennen. Je zal overvloed oogsten. Maar, daar is er weer een maar. Het is belangrijk dat je daar zelf in gelooft. En dat je dus ook weet dat je dat verdient. Want ja, ik kan nu wel deze kaart tonen en er kan wel gezegd worden, ja, je zal overvloed en succes ontvangen. Maar als jij zelf gelooft dat je dat niet verdient, of dat overvloed niet voor jou beschikbaar is, dan zul je dat ook niet ontvangen. Dus stel je open om overvloed te ontvangen en weet dat jij evenveel overvloed verdient, net als iedere andere mens op aarde. Ook al is dat een rijk mens of een arm mens, een beroemd mens of een gewoon mens. Iedereen verdient het om overvloed te ontvangen, dus ook jij. Dus verander je mindset hierover en weet dat jij het waard bent om overvloed te ontvangen. Dan voor het sterrenbeeld Kreeft. Eens kijken wat de boodschap is. Dus voor het sterrenbeeld Kreeft.
Dat is deze. Vrede. Heel mooi. Aartsengel Samuel. En ik heb het vermoeden, lieve kreeft, dat jij echt wel verlangt naar innerlijke vrede. Je bent zorgzaam. Je zorgt heel graag voor andere mensen. Je helpt graag andere mensen. En dat is helemaal goed. Maar het kan zijn dat je vaak jezelf vergeet. Dat je je eigen noden vergeet. Dat je vergeet om goed voor jezelf te zorgen. En dat je ook de zorgen van anderen met je meedraagt. Je ziet hier dus deze engel die dus de duif loslaat. Het is nu een vredesduif. Maar ik zie dus het gebaar van loslaten. Ze opent haar handen en laat de duif zijn eigen pad bewandelen. En dat is dus misschien ook de boodschap voor jou. Je wil heel graag mensen helpen en begeleiden. Misschien wil je zelf graag ook het pad voor hen uitstippelen. Maar dat is niet de bedoeling. Iedereen heeft zijn eigen pad te bewandelen. Iedereen moet zijn eigen lessen leren. Dus laat ook af en toe even los. Je mag helpen, maar je hoeft niet alles te sturen voor een ander. Laat het los en dan zal er ook een heel gewicht van je schouders vallen. En ga je ook de ruimte vinden om ook meer voor jezelf te zorgen. Dus lieve kreeft, dat is echt een hele mooie boodschap. En heel passend voor jullie. Dan voor het sterrenbeeld leeuw, de krachtige leeuw, hebben we deze. Maak plezier. Ja, dat past ook heel goed bij jou, lieve leeuw. Het vijfde huis, het huis van plezier, hobby's. Je ziet hier ook kinderen, inderdaad, kinderen plezier maken. Past helemaal bij jullie. Hier staat dus ook aartsengel Raziel. Dus wees speels, heb plezier, geniet van het leven, neem het niet allemaal zo zwaar. Neem eventjes rust en ontspanning en doe iets waar je blij van wordt. Speel met je kinderen, met je kleinkinderen of doe zelf iets, creëer iets. Dat hoort ook bij het vijfde huis. Dus iets creëren, hobby's, ga aan de slag met je hobby's. Doe gewoon iets waar je blij van wordt, lieve leeuw. En maak plezier. Dat is jullie boodschap voor de komende week. Dan voor het sterrenbeeld maagd. We gaan eventjes kijken wat de engelen willen vertellen aan het sterrenbeeld maagd. Wat is er belangrijk voor de maagd de komende week? En dat is deze. Een geschenk. Heel mooi. Van aartsengel Azrael. Aartsengel Azrael is ook iemand die dus achterblijft. Ik vertel het verkeerd. Dus iemand die dus een engel, de aartsengel, die dus klaarstaat voor de mensen die dus achterblijven als ze iemand hebben verloren. Dus voor de nabestaanden eigenlijk. En ik heb het vermoeden dat aartsengel Azrael jou een boodschap wil brengen van een geliefde in de hemel. En dat het dus een liefdevolle boodschap is, omdat men ziet, je geliefde in de hemel of ook aartsengel Azrael, ziet dat jij verdriet hebt en dat jij treurt om die persoon die je verloren hebt. En jij krijgt dus een boodschap, een liefdevolle boodschap uit de hemel van die geliefde. Alles is goed met die geliefde. Er wordt nog steeds van jou gehouden en die persoon is nog steeds bij je. Dus het is alleen maar een geschenk als je dit kunt ontvangen. Dus die geliefde uit de hemel is bij je en steunt je nog steeds. Die wil je ook helpen op je pad. Dus je bent zeker niet alleen. Het kan ook zijn dat er een ander geschenk in je leven komt. Misschien krijg je onverwachts een mooie beloning of een mooi geschenk van iemand. Dus ontvang dat ook in dankbaarheid. En zeg hierbij niet, dat had je niet hoeven doen, dat moest niet. Zeg gewoon dankjewel en dan aanvaard het geschenk in dankbaarheid. Heel mooi, lieve maagd. Dan voor het sterrenbeeld, dus de maagd, daar hebben we de weegschaal. Ja, de weegschaal, dat gaat heel snel. En dat is deze. Ontdek je verlangens, van aartsengel Metatron. Dus
Het is aan jou om na te gaan wat je nu echt verlangt. Want je wil heel graag iets ontvangen, maar misschien weet je zelf niet goed wat. En ja, dan weet het universum ook natuurlijk niet wat jij wilt ontvangen. Als jij niet duidelijk bent in je wensen, dan kan het universum je ook niet geven waar jij naar verlangt. Dus wees duidelijk in je verlangens, ontdek je verlangens. Ga eens na wat jij leuk vindt, wat je graag wilt doen, wat je graag wilt ontvangen. En ja, stel dat ook duidelijk. Voel dat ook in je hart. Het moet dus ook iets zijn dat je echt verlangt in je hart. Want wanneer je zomaar iets gaat bedenken, dan zal je ook niet krijgen wat je wil. Het moet ook niet uit het ego komen, zoals ja, ik wil rijk zijn of veel geld verdienen. Maar het mag iets zijn wat je echt diep in je hart verlangt. En dan kun je dit gaan vragen aan het universum. En wanneer jij dus duidelijkheid hebt over waar je naar verlangt, dan kan het universum je ook helpen om je dit te geven. Dus ontdek je eigen verlangens. Kijk nu eens wat je echt wilt en wat je echt verlangt. Je kunt hier ook zelf je verlangens waarmaken. Want ik zeg ontdek je verlangens en vraag dan hulp aan het universum om het te krijgen. Maar het kan ook zijn dat je dus zelf je eigen verlangens mag vervullen. Dus wanneer je echt naar iets verlangt, zet dan stappen richting je doel om dat dus te bereiken. Je moet er dus ook zelf iets voor doen. Het zal natuurlijk niet zomaar op je schoot geworpen zijn. Dus het is belangrijk dat je zelf ook stappen neemt. En dat je niet voortdurend van richting verandert, maar dus ja, echt wel duidelijk maakt voor jezelf en voor het universum, dus wat je echt verlangt. Dan voor het sterrenbeeld schorpioen hebben we deze sleutels. Van aartsengel Zafkiel. Dus er staan hier heel veel vensters of deuren. Dus naar andere werelden, andere plekken, andere mogelijkheden, wat het ook is. Jij hebt de sleutel om dus hier naartoe te gaan. Ik heb het gevoel dat jij een beetje vastzit en dat je... Ja, dat je misschien bang bent om stappen te nemen naar dat wat je echt graag wilt. Je voelt je wat tegengehouden. Je hebt zo'n beetje angst om het te doen. Je ziet hier ook deze engel, ze staat zo'n beetje op de voorgrond, een beetje aan het twijfelen. En ja, het is nu aan jou om echt wel de sleutel in de handen te nemen en echt wel die stappen te zetten naar dat wat jij graag wilt. Het ligt eigenlijk echt aan jou. Het universum steunt je, maar jij moet de stap zetten richting je doel. Dat is echt heel belangrijk, schorpioen. Dus voor het sterrenbeeld. Steenbok, denk ik. Ja, steenbok. Ik ben niet juist. Het is voor het sterrenbeeld boogschutter. Ja. Eerst de boogschutter, dan de steenbok. Dus voor het sterrenbeeld boogschutter, ik wil te snel praten. Dus wat is het belangrijk voor het sterrenbeeld boogschutter? Voor de komende week. En ik heb deze. Eerlijkheid. Aartsengel Raguel. Een heel mooi plaatje. Een wintertafereel. Het sneeuwijs. De libelle ook, die staat voor verandering. De zwanen, die staan voor liefde. En er wordt voor je, van je gevraagd, dus inderdaad, ja, om liefdevol voor jezelf te zijn. En om eerlijk te zijn tegenover jezelf. Want waarschijnlijk heb je bepaalde dingen doorgekregen. Of heb je bepaalde emoties of gevoelens over iets. En ja, je wil deze het liefste wegschuiven, omdat je ja niet graag de waarheid onder ogen ziet. Ik ga nu een voorbeeld geven. Het hoeft daarom niet over een relatie te gaan, maar dat kan. Het is nu maar een voorbeeld. Wanneer je bijvoorbeeld merkt dat jij en je partner niet langer bij elkaar passen, en je hebt dat gevoel of je krijgt dat door via je intuïtie, ja, dan schuif je dat liever langs de kant, omdat je ja, liever die waarheid niet onder ogen ziet en dus blijft waar je bent.
Maar het is belangrijk om eerlijk te zijn tegenover jezelf en dus deze gevoelens te erkennen. Ze willen je iets vertellen. Dus ik zeg, het hoeft niet over een relatie te gaan. Het kan ook over iets anders gaan. Over vriendschap of over de waarheid over jezelf. Of een bepaalde job of wat het ook is. Maar er wordt van je gevraagd om echt te gaan luisteren naar deze gevoelens en deze emoties. Want die willen je echt iets vertellen. Het is echt een boodschap, dus eigenlijk om verandering aan te brengen. En die verandering zou je dan weer vooruit helpen en je leiden naar een gelukkiger leven. Heel mooi. Het is niet altijd gemakkelijk om de waarheid te erkennen en de waarheid onder ogen te zien. Maar het is belangrijk dat je eerlijk bent tegenover jezelf en goed naar jezelf luistert. Dan voor het sterrenbeeld steenbok. Even een kaartje trekken voor het sterrenbeeld steenbok komende week. En dat is deze. Zet de eerste stap. Mooi. Ook van aartsengel Metatron. Ja, de weegschaal had ook al aartsengel Metatron. En de steenbok nu ook. Dus je ziet hier dus Metatron, beschermen van de kinderen. Hij heeft dus deze twee kinderen, engelen mee, dus onder zijn vleugels. Dus ja, er wordt van je gevraagd dus om de eerste stap te zetten richting je doel. Of de eerste stap te zetten in een bepaalde relatie. Wat het ook is, je mag dus actie nemen en niet wachten tot de ander je vraagt of je iets aanbiedt. Het is aan jou nu om actie te nemen en de eerste stap te zetten. En wees dus niet bang, je wordt beschermd. Aartsengel Metatron, die staat achter je. En die beschermt je dus als jij actie neemt. Dus het is belangrijk dat het nu van jou komt. Dat jij de eerste stap zet, lieve steenbok. Dan voor het sterrenbeeld Waterman. Wat is het belangrijk voor het sterrenbeeld Waterman? Troost. Aartsengel Azrael. We hadden ook al eens aartsengel Azrael. Ja, voor de maagd. En nu hebben we ook aartsengel Azrael voor troost. Dus aartsengel Azrael is dus degene die de zielen die overgaan naar de andere kant begeleiden. Maar die dus ook de nabestaanden begeleiden en troosten. Dus het kan zijn dat je iemand verloren bent en ja, dat aartsengel Azrael nu bij je is om je te troosten en je ervan te verzekeren dat je geliefde in de hemel het daar goed geeft en gelukkig is. Misschien heeft hij ook wel een boodschap van een liefdevolle geliefde in de hemel. Dus die dus zegt dat alles goed is en dat hij of zij bij je is om je te begeleiden. Je bent nooit alleen. Weet dat onze geliefden in de hemel altijd bij ons zijn om ons te helpen. En dat deze liefde ook nooit verloren gaat. Maar het kan zijn dat je dus ook iets anders hebt. Sorry dat het beeld voortdurend knippert, maar het is een beetje door het licht, denk ik. Het kan ook zijn dat je door iets anders verdrietig bent of dat je teleurgesteld bent, dat je gekwetst geweest bent, dan wil aartsengel Azrael je ook troosten en je verzekeren dat alles goed is en alles goed komt. Dus je hoeft je helemaal niet alleen te voelen. Je wordt gesteund door je lichtteam. Ze willen je troosten, ze willen je helpen. En ja, voel gewoon hun liefde om je heen, lieve waterman. Alles komt goed. Dat mag ik ook nog zeggen. Dus voor de lieve vissen heb ik deze. Blijf positief. Ik ben zelf een vis en ik heb deze week ook verschillende keren deze boodschap gekregen. Blijf positief. Hou positieve gedachten. Wees niet zo kritisch op jezelf. Blijf positief. Aartsengel Jophiel. En er wordt van je gevraagd dus om negatieve gedachten los te laten. Want waarschijnlijk heb je heel veel van deze negatieve gedachten
Ja, dat kan. Ik heb ze ook vaak. Soms probeer ik dan mijn gedachten te veranderen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Soms besef je ook niet dat je negatieve gedachten hebt, maar het is belangrijk om dus dat negatief gedachtenpatroon eigenlijk te doorbreken. En ja, je gedachten te gaan switchen, te veranderen en dus positief te gaan denken. Want als je dus positief gaat denken, ga je dus ook veel meer positieve dingen aantrekken in je leven. Wees ook positief over jezelf. Wees niet te kritisch. En ja, kies ervoor om positief in het leven te staan. Dat is toch zo belangrijk. Ook al gaat het niet zo goed of heb je een beetje een moeilijke periode, blijf positief en blijf de dingen doen die je graag doet en wees lief voor jezelf. Dat is heel belangrijk, lieve vissen. Zo, nu zal ik de kaartjes weer samennemen en dan ook de keuzekaartjes trekken. Zo. En dat zal ik doen uit mijn zelfgemaakte dek met de hartjes. En ik zal dus drie keuzekaartjes trekken waaruit jullie dan een keuze kunnen maken en een persoonlijk kaartje kunnen kiezen. Zo, ik heb ze alle drie getrokken. Kaartje nummer 1, dat is kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. Dus kies dus het kaartje dat je het meeste aanspreekt. Oh, ik verspreek me de hele tijd in deze video. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb me al heel veel versproken. Maar ik ben niet iemand die het dan opnieuw opneemt of de video gaat bewerken. Ik ben wie ik ben en ja, verspreek ik me dan. Dan is het gewoon zo. Dus kaartje nummer 1, kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. Dus dat is de 10, de koningin en de 8. Oké. Dus we gaan beginnen met kaartje nummer 1, dus de 10. En dat is zelfwaarde. En je ziet hier dus iemand staan, een man, die dus... Ik ben weer bezig met mezelf te bespreken. je ziet hier dus een man staan die dus zich heel klein voelt in vergelijking met deze grote bomen. En misschien heb jij ook het gevoel dat jij je klein voelt. Misschien voel jij je ook klein tussen andere mensen in deze wereld. Wat het ook is. Je hebt misschien het gevoel dat je niet zo belangrijk bent. Dat je niet goed genoeg bent. Wel, deze kaart zegt dat jij dat wel bent. Jij bent echt goed genoeg. Je bent het waard. Je bent even belangrijk als deze andere mensen. En jij mag echt wel positiever gaan denken over jezelf. En ook liefdevoller zijn tegenover jezelf. Je mag echt in jezelf gaan geloven en weten hoe geweldig jij bent. Want dat ben je ook. Misschien geloof je het niet als ik het zeg. Maar je bent geweldig. En ja, geloof dat ook over jezelf. Geloof dat je geweldig bent. En weet dat het de waarheid is. Weet dat jij ertoe doet en dat jij belangrijk bent. Dus werk aan je zelfvertrouwen. En weet dat jij het waard bent om evenveel te ontvangen net als andere mensen. Kaartje nummer 2 is deze, blauw. En hier zien we dus het water. Water gaat over emoties. Het is ook de koningin trouwens, als je voor de koningin hebt gekozen. Blauw staat voor kalmte en rust. Dus misschien kan je dat wel gebruiken in je leven nu, die kalmte en die rust. En het is dan belangrijk dat je stappen onderneemt om dat te bereiken. Water staat ook voor emoties. Dus misschien ga je een beetje door een emotionele periode. Laat die emoties er zijn, doorvoel ze en laat ze dan ook weer los. Maar het is nodig dat je dat doet om deze gevoelens te helen. Dus zorg voor rust en ontspanning, voor kalmte en dingen ja, die je ontspanning geven. Want dat is echt wel heel belangrijk voor je. Dan kaartje nummer 3 is deze, de leeuw. Innerlijke kracht. En ja, deze kaart wil je gewoon zeggen dat je een krachtig iemand bent. Misschien heb je te maken met uitdagingen.
En weet je niet goed hoe je deze uitdagingen aan kunt gaan of overwinnen, maar weet dat jij krachtig bent. Deze innerlijke kracht zit in je zonnevlecht. En dat is eigenlijk je innerlijke licht, je drijfveer eigenlijk. Hetgeen dat je helpt om tot actie te komen. Dus gebruik ook die innerlijke kracht. Misschien kan je bepaalde meditaties doen om je zonnevlechtchakra te versterken. Draag ook hele edelstenen bij je. Of houtkleurige edelstenen, die kunnen je ook hierbij helpen. Dus werk aan je zonnevlechtchakra en gebruik die innerlijke kracht eigenlijk om je uitdagingen op te lossen. En dat zal ook lukken. Zeker weten, geloof daar ook in. Zo, dit waren dus de weekboodschappen voor alle sterrenbeelden en ook de keuzekaartjes. Het spijt me dat mijn beeld soms flikkert. Ik kan daar niets aan doen. Dat is waarschijnlijk door het licht, de zon schijnt. En ja, de camera heeft het een beetje moeilijk om te focussen. Dus ja, daar kan ik helaas niets aan doen. Maar de boodschappen zijn goed overgekomen, denk ik. Sorry dat ik me ook soms verspreek, zoals ik al zei. Maar ja, de ene dag gaat dat beter dan de andere. Dus ja, dat is ook niet zo erg. Als jullie de boodschappen doorkrijgen, dan is dat het belangrijkste voor mij. Zo, dit waren dus de weekboodschappen voor deze week. Ik wens jullie alvast een fijne zonnige week toe en tot volgende week. Dag!